Goedenavond, mijn naam is Lotte Noordzij. Ik ben een onafhankelijke stem-up demonstratrice en ik woon in de prachtige stad Rotterdam. En ik werk veel samen met Melinda Meren en zij is in Hillegom gevestigd. Via het internet kun je ons vinden via Lotte Stamping Fun. Afgelopen week, volgens mij 3 maart of zo. 2 maart moet ik goed zeggen. 2 maart heb ik een setje gemaakt met de stempelset Hemelse Hortensia's. En dat setje heb ik gemaakt voor de bloghop van de Global Monthly Videohop groep. En toen was het thema simpel stamping. Nou, eigenlijk heb ik deze set gebruikt om dus simpel te stempen. Simpel te stempelen. Je kunt deze nog terugvinden in de YouTube, op ons YouTube kanaal natuurlijk. En toen heb ik dus 4 verschillende kaartjes gemaakt in 4 verschillende kleuren. Met de hortensia, heel simpel. Alle staat trouwens ook op ons blog. De maten van de kaartjes kun je vinden. En het is natuurlijk echt een superleuk setje om weg te geven als je ergens heen gaat in plaats van een bosje bloemen. Maar deze set heeft natuurlijk heel veel meer mogelijkheden. Het is een stempelset en daarbij is ook nog een prachtige stansset. Dit is een van de stempelstanssetten die deze maand in de aanbieding zijn onder de noemer creatieve kortingskriebels. Van 1 maart tot en met 31 maart zijn er een aantal stanssets plus hun stempelset in de aanbieding en krijg je maar liefst 20% korting. Als je naar ons blog gaat, dan vind je ook al deze sets uitgewerkt waar ze staan. Ik zal straks ook nog even een linkje naar die blogpost doen. Het zijn heel veel stempelsets en het leuke van die stempelsets met gecombineerde stanssets. Het leuke van die stanssets is dat al die stansjes precies passen en door de mini cut en emboss gaan. Nou, laat die dan ook nog even in de aanbieding zijn. Dus dat is helemaal mooi. Dit is de mini cut en emboss. Jullie zien mij vaak met die grotere werken. Maar dit is een heel klein handig dingetje. Wat je heel makkelijk op je bureau kunt zetten. En ook die is nu met 20% korting. In plaats van €73 betaal je €58,25. Ik ga zometeen dus deze ook gebruiken. Tezamen met de platen die erbij horen. Het zijn nogal een aantal platen die je erbij krijgt. Je krijgt plaat nummer 1, 2 doorzichtige platen, nummer 2, een plaat nummer 3 en een plaat nummer 4. En op al die platen staat precies beschreven welke platen je wanneer moet gebruiken. Nou, ik heb straks voor het stansen plaat nummer 1 en 2 keer plaat nummer 2 nodig. Dat zijn deze twee. En wat ik even wilde laten zien, want sommige mensen die dan dat kut- en bosmachine bestellen, die zeggen, gaat het wel goed? Ja, dat gaat wel goed. Kijk, je krijgt de platen. Ik zal ze even hier opleggen. Dit zijn de platen die je krijgt. Die zijn doorzichtig. Daar zit geen één krasje op. Echt helemaal niks. Prachtig mooi zijn ze nog. En eigenlijk moet je die ook koesteren. Want op het moment dat je je eerste stans er doorheen doet, dan komen er krassen op. En hij wordt ook af en toe, kijk, en dat zie je bij mij, hij wordt ook met liefde gebruikt. Dus je ziet heel veel krassen en je ziet ook heel veel afbeeldingen. En de ene plaat heeft het iets minder dan de andere plaat. Dat komt omdat ik soms aan één plaat daar vaak op stans en de andere plaat die er bovenop gaat dan een plaat gebruik die wat minder gestanst is. Dus dat is in deze. Maar dat hoort dus. Het hoort dus dat hij er zo uit gaat zien. En het kan ook zijn, en deze moet ik zeggen is wel een klein beetje extreem, want ik heb die te veel in het midden gestanst steeds. Hij gaat ook krom staan. Kijk, dit is een rechte. Die leg ik ernaast. En dan zie je hier dat ze krom kunnen gaan staan. Nou kun je de platen ook schoonmaken en met heet water. Er zijn allerlei trucjes voor om ze weer plat te krijgen en schoon te krijgen. Maar zolang ze
krom staan en je kunt ze nog door je machine krijgen, dan is er verder helemaal niets aan de hand. Dus zo krijg je ze wanneer je ze de machine net hebt besteld. En na een tijdje, als je hem met liefde hebt gebruikt, zien je platen er zo uit. Dus met veel krassen erop. Dus dat is geen foutje. Ik ga zo meteen, heb ik net gezegd, plaat nummer 1 en de twee platen nummer 2 gebruiken om mijn dingen te stansen. Want ik ga ook deze mooie stansen gebruiken. Zoals je kunt zien, zijn er een aantal stansen die over de stempels passen. Onder andere deze hortensia bloem en de kleine hortensia blaadjes of stapeltjes, zeg maar. En dit kleine schattige blaadje, dat is ook uit te stansen als het gestempeld is. Nou zou je denken, hé, hoe kan dat nou? Nou, want deze is veel groter dan die, dat klopt. Want hieronder, ziet al dat ik het met geel heb aangegeven, staat op de doos, ik zal het even naar boven halen, dat het op schaal 75% is. Dat betekent dus dat de stempels kleiner zijn, of dat de afbeeldingen op de voorkant kleiner zijn dan dat de stempels daadwerkelijk zijn. Nou, je ziet dat deze ook al met heel veel liefde gebruikt zijn. Als ik dus nu even de afbeelding van de stempel erbij pak en die leg ik hier overheen, dan zie je dus dat die echt een stuk groter is. Dus dit is de echte stempel en dit is de afbeelding op de doos. Nou maakt dat op zich voor de afbeelding niet zo veel uit. Maar wanneer jij met bijvoorbeeld een stansje gaat passen. Of de tekst er leuk op past. En dan pak ik dit leuke stansje hier. Dat labelstansje wat in de stans zit. En ik ga passen. Denk, het is wel een beetje groot. Pas wel. Nou, dit zou misschien net passen. Nee, dat past niet. Want die tekststempel is dus ook groter. Dus als ik dit zo wil uitstansen, dan gaat dat niet. Deze wel. Dus op het moment dat je ziet dat er onderaan staat dat de stempels die in de doos zitten op een andere schaal hebben dan op de voorkant, pas dan altijd je labeltje of hetgeen waar je je tekst op wil doen op de stempels zelf die aan de binnenkant zitten. Nou, dan leg ik deze even terug. Naast dus alles wat je kunt stempelen en uitstansen, is er ook nog een rijtje met kleine bloemetjes wat je kunt uitstansen. Je kunt ook een mooi gedetailleerde tak uitstansen. Twee labels zitten erin en een hele leuke bloem, die gaan we straks gebruiken, waarbij je ook de blaadjes nog een beetje omhoog kunt zetten. Zoals gezegd, deze stempelset is dus ook deze bundel is deze maand ook in de aanbieding met 20% korting. En het leuke is natuurlijk dat het een Nederlandse stempelset is. Omdat in de aanbieding, in deze aanbieding, er ook de Nederlandse zonnebloemset zit. Deze. En de zonnebloemset, dat is natuurlijk, dat is ook een Nederlandse set. En de zonnebloem is natuurlijk, dat jullie de afgelopen weken voorbij hebben zien komen. Zonnebloem is de set van, of is de bloem van het land Oekraïne. Dus Melinda en ik hebben bedacht, als jullie deze maand, dus tussen 1 maart en tot 1 maart en 31 maart, één van deze stempelsets aanschaft, en mag ook meerdere natuurlijk, dan geeft Stampin' Up, die geeft korting. Hè, die Stampin' Up, die geeft die 20% korting, dus je krijgt de kortingsprijs. En wij maken dan van de prijs die je aan ons betaalt, €5,55 over op Giro 555. Nou, hoe tof is dat? Dus als je een van deze mooie bundels koopt, er zijn er, als ik me niet vergis, 13. Er zijn 13 verschillende bundels. Als je één van, of meer mag natuurlijk ook, hè, één van deze bundels bij ons aanschaft voor de kortingsprijs die hier staat, maken wij per verkochte bundel €5,55 over op Giro 555 voor Oekraïne. Nou, dacht dat dat wel een mooie actie is. Ik zal deze flyer straks ook nog even in de
string zetten, zodat jullie weten om welke bundels het gaat. Nou, en dan willen jullie natuurlijk graag weten welke leuke kaart wij met deze bundel gaan maken. Met de Hemelse Hortensia bundel. Dus met de stempelset en met de stansen. We gaan deze kaart maken. Nou, dat is natuurlijk niet simpel stamping, hè? Dat zie je vanzelf wel. Dat is natuurlijk heel wat anders dan wat ik net liet zien. Dan zo'n kaartje. Want we hebben wat meer toeters en bellen tevoorschijn gehaald. En ik denk dat er weer een paar leuke techniekjes in zitten. Waar je misschien je voordeel mee kan doen vanavond. Ik heb al een aantal dingen voorbereid. Een aantal dingen niet. Want die ga ik geloof ik met jullie doen. Ik heb voorbereid en gesneden. Een basiskaart. En die basiskaart die meet 21 centimeter bij 14,5 centimeter. Die heb ik gedeeld op 10,5 centimeter. Die ga ik dus nu dubbel vouwen. Zo. En dan vouw ik dat aan met een vouwbeen. Zo. En dan heb ik mijn basiskaart. Die zit hieronder. Dan heb ik van Whisper White of Basic White een mat gesneden die zometeen aan de binnenkant komt. Want die had ik nog niet laten zien aan jullie. Dit is dus de binnenkant van de kaart. Die komt aan de binnenkant te zitten. En die heb ik in totaal een 1 centimeter kleiner gesneden. Dus hij is 9,5 breed en 13,5 centimeter hoog. Dus die komt straks aan de binnenkant. Dan heb ik van twee verschillende designpapieren. En deze komt uit. Oh, dat had ik natuurlijk even erbij moeten pakken. Even kijken hoor. Die komt uit de mini-catalogus. En dat is de. Ik heb hem bijna natuurlijk. Hij is altijd de laatste die je zoekt. Even kijken, deze is het. Dat is de Heart and Home designerpapier. Dat staat in de mini-catalogus op bladzijde 9. Oh nee, hij staat in de grote catalogus op bladzijde 59. En dat is dit mooie papier. Met allemaal hele verschillende patronen. Superleuk. Allerlei verschillende kleurschakeringen ook. Die je heel goed voor alles kunt gebruiken. En aan de achterkant is heel leuk. Allemaal houtstructuren. Allemaal verschillende soorten planken. Heel leuk om te gebruiken. En ik heb van deze serie heb ik dus dat Fresh Freesia bloemenpapier genomen. Want ik dacht, dat staat wel leuk bij dat Highland Heather dat deze kleur is. Dan heb ik een stuk vellum genomen. En dit is speciaal vellum. En daar heb ik geen pakketje van. Dat is een beetje dom. Dit is het vellum wat staat op bladzijde 33 in de mini-catalogus. Bladzijde 33. Hier. Bij de Artfully Composed. En dat zie je hier. Het pakket vellum is 12 vellen. 12 vellen. En in... Je krijgt 4 van elk design. En dan, het zijn 3 verschillende designs. En je krijgt er 4 van elk. Want sommige zijn wit bedrukt en andere zijn zwart bedrukt. Ik heb het soort van krantenpapier ervoor gepakt. Ik weet niet of je dat kan zien. Als ik het een beetje zo hou. Er zijn dus bedrukte vellen. Ik zal heel even snel in mijn kast duiken. Even kijken of ik hem zo kan pakken. Ah, ja, ik heb hem hier. Want het is natuurlijk leuk als ik het even laat zien. Het is echt heel mooi vellum. Het zijn dus vellen van 12 bij 12 inch. Oftewel 30 bij 30 centimeter. Je ziet er 12 in. 12 in. En dit is dus zeg maar een soort van landkaartje in het zwart op het vellum. Dit is een blokschrift in het zwart op het vellum.
En dit noem ik maar krantenpapier in het zwart op het vellum. En datzelfde heb je dus ook in het wit. Dus dit is het krantenpapier in het wit. De landkaart in het wit. Hier bovenop, dat je het nog kan zien. En dan dat blokschrift in het wit. Dus 12 vellen van vellum met een witte opdruk of met een zwarte opdruk. Ik heb de krant gekozen voor deze kaart. Want ik vond het leuk dat het dan het papier een beetje afzwakt. En er toch nog, er gebeurt nog echt wel wat, zeg maar, op die kaart. Doordat ook nog je die tekst kunt zien van het vellum. Dit is gewoon de onderkant van mijn kaart. Daar doe ik verder niks mee. Dus ik ga dat gewoon vastplakken. Ik neem mijn Tombow Liquid Glue. En ik plak eerst het designpapier vast. Even kijken of die wil komen. Ja. Hij is bijna leeg. Zal ik eens even een andere pakken. Zo. En die plak ik een beetje scheef op mijn kaart. Dan krijg je... Soms is het leuk om iets scheef te plakken. Hè? Dan krijg je ook nog een beetje meer... Hoe noem je dat? Beweging. Interesse. Interessants op je kaart. Dan gaat daar straks ook zo scheef het vellum op. Alleen daar wacht ik even mee. Totdat ik weet waar ik de bloemen ga plaatsen. Want als je vellum met lijm vastplakt, dan zie je dat over het algemeen er doorheen. Dus ik wil dat dan zoveel mogelijk verstoppen achter mijn gestempelde bloemen. En ik heb het vellum, zoals je kunt zien, niet echt vastgeplakt. Echt maar gewoon met één puntje hier ergens onder. Omdat het dan gewoon prima blijft zitten. En je zou bij wijze van spreken nog een beetje kunnen opkrullen. Zodat er nog wat meer, ook meer zeg maar, beweging in je kaart komt. Dopje erop. Anders wordt Beb boos. Dan ga ik je laten zien hoe ik de bloemen heb gemaakt. Ik hoop dat je kunt zien, als ik hem een beetje omhoog houd, dat, het, dat er twee kleuren in de bloem zitten. En ik ga je laten zien hoe je dat kunt maken. Ik pak het een stukje basic white. Ik neem een matje, want het zijn fotopolymeerstempels die hierin zitten in deze set. En het is altijd fijn om een fotopolymeerstempel op een matje te gebruiken. Want dan heeft hij iets extra vering en krijg je een mooiere afdruk. Ik vind het heel fijn om met basic gray te werken. Dus met een grijs in plaats van met een zwart. Want ik vind het vaak te hard, de afdruk. Dus ik neem mijn basic gray. Dit is nog een oude. En ik bestempel mijn stempel met de inkt aan alle kanten. En die ga ik dan op mijn papier stempelen. Dat even hier doen. Zo. Kijk of ik er straks één naast kan zetten. En die duw ik dus op mijn papier in het matje. En dan hoop ik dat die netjes... Kijk, en dan is die netjes afgedrukt. Ik wil graag twee, zoals je kunt zien, ik wil graag twee hortensia's hebben. Omdat ik dat leuk vind op deze kaart. Dus ik doe het nog een keer. Goedenavond, ik zie dat we nog meer kijkers hebben. Joke, Helene, Tineke, Ilse, Adrie. Nou, aardig wat volk vanavond. jullie weten dat wanneer je als je een opmerking plaatst, hè, dat je dan kans maakt om deze kaart te ontvangen in je brievenbus volgende week. Na 12 uur morgen doe ik al jullie namen in het Rad van Avontuur. En dan, als het goed is, komt daar een naam uit. Daar neem ik contact mee op en stuur ik de kaart toe. Nou, dit zijn dus de twee hortensia's die ik heb gestempeld. Nu ga ik als eerste de binnenzijde van de bladeren en de tak stempelen. Nou, daar heb ik ook een aparte stempel voor.
die zie je hier. Dat is deze. En dat is de opgevulde. Die gaat hem opvullen. Je ziet al aan de voorzijde dat hij een beetje... dat hij niet netjes stempelt. Dat hij een beetje watercolorachtig stempelt. Ik wil ook niet een keiharde afdruk. Dus ik pak even een klapblaadje erbij. Zodat ik goed kan afstempelen. Ik neem voor de kleur van de bladeren de kleur Perpizas. Die stempel ik in. Dan ga ik hem dus één keer afstempelen. En dan nu zet ik hem op mijn... Oh, dat moet ik natuurlijk netjes doen. Op mijn bloem. Het hoeft niet helemaal precies, maar een beetje precies is toch wel fijn. En waar ik op heb gemikt, is op de stengel. Dat die een beetje netjes is, want als ik hem straks ga uitstansen, dan om de stengel heen is het wel fijn als die, ja, als die dat netjes doet natuurlijk. Nou, dan de andere ook. En dan ga ik hier ook even op de stengel mikken. Zo. En dan heb ik de bladeren gestempeld. En die zijn nu ingevuld. Nu is er voor de binnenzijde van de bloem is er ook een stempel. En dat is deze, die grote blob hier. Daar ga ik eigenlijk hetzelfde mee doen. En wel met de kleur Blushing Bright. Dan zou je denken, ja, dat is het volgende. Want ik heb voor deze twee kleuren Blushing Bright en de Highland Heather gebruikt. Als eerste neem ik die stempel weer. Ook die stempel ik, of beïnkt ik gewoon helemaal vol. Ik stempel hem af en dan zet ik hem op de bloem. Nou, die gaat aan alle kanten eroverheen, dus dat maakt niet uit. Zo. En wat ik nu ga doen, is ik neem een sponsduibeltje. Oeps, ik neem een sponsduibeltje. Dat is zo'n klein vingersponsje. Daar kan je je vinger in stoppen, is heel fijn. En de Highland Heather. Ik gebruik de Highland Heather. En die ga ik dan zo bestempelen. Zo. En dan zie je, hoop ik, dat er dus nu twee kleuren in die hortensia komen. Een roze met een, een Highland Heather achterkant. Zo. Dat doe ik op die andere ook, op deze. Precies dezelfde routine. Dus ik... pak weer mijn Blushing Bright. Die inkt ik in. Ik stempel hem één keer af. Ik zet hem op mijn hortensia. Ik neem de kleur Highland Heather. En dat leuke vingersponsje. De sponsdauber. En ik ga de hortensia met die donkere Highland Heather invullen. En sommige plekjes kunnen wat donkerder, sommige plekjes kunnen wat lichter. Dat is een beetje maar net wat je leuk vindt. Zo. Nou heb ik die twee hortensia's klaar. En kan ik die zo meteen uitstansen. Je ziet waarschijnlijk, of misschien ook niet, misschien is dat lastig te zien. Ik heb op deze bol, heb ik ook nog deze stans gemaakt. Dus deze bloem uitgestanst. Dat betekent dat je dus allemaal van die kleine leuke blaadjes, bloemblaadjes omhoog kunt zetten. Zo, zie je? Hoe dat gaat eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Je pakt een stukje scrap basic white. En je hoeft eigenlijk alleen maar de blob te stempelen. Om het maar even zo te zeggen. Dus ook hier weer doe ik dus de Blushing Bright. Die beïnkt ik. Ik stempel hem af. En ik stempel hem op een stukje scrap basic white. Dan neem ik mijn Highland Heather sponsje weer.
En beïnkte ik dus die Highland... Oeh, die is wel heel heftig. Die is een beetje te hard. Nou, kijk. En daarvoor is het fijn dat je gewoon nog extra papier hebt. De achterkant van het papier is natuurlijk ook geduldig. Dus ik stempel hem af. Ik doe hem nog een keer afstempelen. En dan moet ik ietsje minder hard duwen. Kijk, dat gaat beter, hè? En dan doe ik die Highland Header er weer in. Zo. Klein beetje nog erbinnen. Zo. En dan is die vrij goed ingevuld. En dan heb ik in principe alles klaar nu wat er uitgestanst moet worden. Om ervoor te zorgen dat de stans met de bloem zometeen door de mini heen kan, moet ik hem wel een klein beetje uitknippen. Dus ik knip hem even een beetje los. Zo. Want hij is gemaakt op de mini. En de mini is 8 centimeter breed. Dus dan moet je er wel voor zorgen dat zeg maar, je papier ook maar 8 centimeter breed is. Nou, dan weet ik niet of deze... ja, het zou kunnen. Oké, dus ik heb die uitgeknipt. En dan moet ik nog even die blob uitknippen. Zo. En dat is dan voor de andere zometeen. Nou, even mijn stempels aan de kant, want anders lig ik er zometeen weer in. En dan pak ik mijn mini cut and emboss. Die dus nu zo fijn 20% goede koper is. En dan pak ik mijn stansen die ik nodig heb. Ik heb die grote stans nodig van die hele bloem. En die stans met die blaadjes erin. Wat ik altijd toch wel prettig vind. En zeker ook omdat ik dacht dat ik het gepakt had. Vast wel, maar ik zie het alleen niet. Ik pak even nieuwe. Zie je wel. Ik heb het wel gepakt. Het lag gewoon in mijn bakje. Wat ik altijd wel fijn vind. Is om ervoor te zorgen dat mijn stans goed vast ligt. En zeker als het zo'n stans is die hele smalle en kleine afbeeldingjes heeft. En dan leg ik hem gewoon vast met een stukje washi tape. Dus ik leg mijn stans er netjes omheen. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Ik neem een stukje washi tape. Je kunt ook schilderstape gebruiken als je geen washi tape hebt. En dan leg ik mijn stans, probeer ik zo goed mogelijk om het figuur heen te leggen. En zet ik hem met 2 stukjes vast. Zodat hij zo meteen niet gaat wandelen als hij door de stans heen gaat. Nou, dan pak ik mijn basisplaat. Dat is plaat nummer 1. En ik wil een stans er doorheen doen. Dan heb ik dus 2 van die dunne platen nodig. Van die doorzichtige platen. Nou, dan leg ik mijn eerste stans erop. Ik zal het even de platteren doen. Stans erop. Zo, netjes. Dan leg ik mijn tweede plaat eroverheen. En waar je nu voor moet oppassen als je stanst, is dat je zeg maar een soort van schuine rand hebt. Dus je moet ze niet zo op elkaar zetten dat ze allemaal aan één kant vastzitten. Het is handiger om ze een beetje zo als een trapje neer te leggen. Dan pakt de machine hem heel graag en heel makkelijk op. En dan duw je hem door. En dan draai je hem door je machientje heen. Die fijne kleine mini cut and emboss. En dan heb je je eerste hortensia uitgestanst. En dat doe je dan met die tweede ook. Ook die leg ik dan weer vast met de met wat washi tape. Ook probeer ik die weer gewoon netjes neer te leggen om de randjes heen. Zo. Leg ik hem goed vast. En leg ik de tweede plaat erbovenop. Ook die dan dus weer niet als een, maar als een trappetje, maar niet recht op elkaar. Ik duw hem een klein beetje door. En ik draai hem er doorheen.
Dan is die hortensia ook uitgestanst. Sorry. En dan als laatste, wat ik nu ga stansen, is de bol. Dat is deze. Maar even kijken, wat. Dit was de goede kant. En dan de stans hier. Die leg ik gewoon bovenop die gekleurde bol. Die heeft niet echt een richting. Leg ik ook wel toch wel even vast met een stukje washi-tape. Tweede plaat erbovenop. Zorgen dat ze dus niet recht op elkaar liggen, maar een klein beetje als een trapje. En dan duw ik hem in mijn machine. Dan gaat de hendel al een kant op en die kant draai je dus dan op. Zo. En dan heb je de uitgestanste hortensia bloem met die kleine, bloemetjes. Zo. Dit aan de kant. Dan heb je, als je een take your pick hebt, dan heb je daar ook een tooltje voor. Even kijken of ik hem kan vinden in mijn bakje. Ja, hier is die. Dan heb je ook een apart tooltje voor je take your pick. Dan kun je dat poetiegebad dingetje kun je uitdraaien. En dan draai je daar dat kleine borsteltje op. En als je dat erop borstelt, dan kun je zo er doorheen wrijven. En dan komt hij los. En dan heb je de hortensia bloem met de kleine bloemetjes. Nu ik toch die take your pick heb, ga ik meteen even ervoor zorgen dat al die bloemblaadjes even naar buiten worden geduwd. Zo, dat ik in ieder geval straks goed die blaadjes omhoog heb staan. Want dat is wel zo leuk. Straks als je hem gaat vastlijmen, dan gaan ze toch al wat platter. Dus het is handig om ze echt wel gewoon nu, alvast voordat je ze gaat plakken, goed door te duwen. Zodat die bloemetjes echt omhoog gaat staan. En dat het, wat meer dimensie geeft aan je kaart straks. Dus zet ze allemaal even omhoog. Zo. En dan doe je bij al die bloemetjes zo. En zorg je ervoor dat ze dus allemaal netjes naar buiten gaan. Gewoon even goed doorprikken. Met je priktool. Wat ook op je take your pick zit. Nou, dan heb je bijna allemaal doorgeduwd. Deze nog even goed doorduwen. Zo. En dan ga je ze dus een beetje omhoog tillen. Zodat ze echt wel echt die blaadjes naar binnen gevouwen worden. Zo. Dus altijd even een beetje rommelen. Maar als ze straks eenmaal staan, is het een ontzettend leuk effect. En doordat je natuurlijk al een hortensia hebt die eronder komt te liggen met diezelfde kleuren, komen die kleuren dan die schijnen dan door die gaatjes heen. Zo, kijk. Ik pak één zo'n hortensia. En zie je, dan gaan die blaadjes, daar komt dan dat andere deel van de bloemknop komt daar tevoorschijn. Nou, je ziet al dat als je het neerlegt dat die blaadjes weer naar binnen gaan. Nou, daar kun je natuurlijk heel lang aan zitten pielen. Ga ik niet doen. Ik ga deze nu vastplakken op de bloem. En ja, dat doe je dus echt maar met een paar puntjes lijm waar je denkt dat het kan. En hij hoeft ook niet zo super vast te zitten. Hè? Als je gewoon een beetje lijm doet, dan komt het wel goed. En die plak je gewoon erbovenop. En dan gok je even waar je dat lijm hebt gedaan. En daar duw je hem even wat extra aan. Je probeert toch die kleine blaadjes. ze hebben me vandaag. Die kleine blaadjes probeer je toch omhoog te houden. Zodat het straks wel een leuk effect geeft op je kaart.
Nou, die laatste kunnen we straks nog wel even op het dopje. Die kunnen we nog wel even opdoen. Nou, dan pak je je basiskaart erbij. Met je hortensia's. En de rest. Nou, hoe ga je dit nu vastplakken? Die plak je zometeen gezellig een beetje zo vast. Dan zie ik dat hier ongeveer, hierachter, hier ongeveer, ik lijm kan doen. Ongestraft, zonder dat het doorschijnt. Dus ik doe daar een blokje lijm. Zo. En dat is eigenlijk het enige lijm wat ik gebruik om vast te zetten. Nou, ook die doe ik weer scheef. Zo. Dan heb je net weer even een iets andere layout, waardoor het weer wat interessanter wordt. Dan neem je je hortensia's. Je hortensia's. En ik heb dus degene met die kleine blaadjes. Die heb ik als voor hortensia genomen. En deze achter, die andere, die gaat er plat op met lijm. Zo. Hier een beetje lijm en daar een beetje lijm. Nou, die leg ik er dan zo op. Beetje scheef ook. En de andere hortensia, die leg je er zo op dat je blaadjes nog een beetje aan van de andere bloem, de achterste bloem, zichtbaar zijn. Je kunt, als je dat wilt, deze hortensia nu natuurlijk met dimensionals opzetten. Dat ga ik ook doen. Dan neem ik daarvoor mijn take your pick om ervoor te zorgen dat ik wat dimensionals aan de achterkant kan zetten. Ik ga zo meteen op het onderstukje van de steel hier een klein stukje hortensia of een klein stukje dimensional zetten. Nou, voorzichtig even mijn bovenkantjes doen. Als je de drie zo doet en dan hier. Dan ga ik hier aan de onderkant, wil ik toch wel een klein stukje hebben hier. Om ervoor te zorgen dat ook het steeltje nog een beetje rechtop blijft. Nou, zitten aan die randjes van die dimensionals zitten altijd nog wat langere of dikkere stukken. Dus daar kun je zelf een stukje afhalen. Doppie, ja, dankjewel Beb. En ik zei net nog van, ik moet mijn doppie erop doen, anders wordt Beb boos. Dankjewel. Ik knip dus aan die zijkantrand, hè, die dus veel te breed is. Daar knip ik gewoon een stukje af. Zo, en dat plak ik zo meteen op het steeltje onderaan. Zo. Dan heeft dat steeltje ook wat extra ondersteuning. Zo. En dan kan ik die zo meteen zo vastplakken. Maar dat ga ik nog niet doen, want ik ga eerst nog een strikje hier in het midden vastzetten. Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar dit zijn twee kleuren strikjes. Het is een stukje van de Gorgeous Grape, dus dat is die hele donkere paars, en een stukje van de Fresh Freesia. En ik ga jullie laten zien. Dat zijn twee hele mooie sheerlintjes, zoals het zo mooi heet. Deze is van de Incolors. En die heeft heel mooi twee wat bredere randen. En daartussen zit dat sheer gedeelte. Deze van de Gorgeous Grape. Die heeft een wat smallere rand, zoals je kunt zien. Maar ze passen heel goed bij elkaar. En ze passen fantastisch bij de kaart. Al zeg ik het zelf. Wat ga je nu doen om zo'n tweekleurig lintje te krijgen? Je kunt natuurlijk deze twee linten in elkaar doen en dan een strikje vouwen. Alleen dan werd hij wel erg dik en groot. En het moet natuurlijk wel toch wel een beetje sierlijk zijn op deze kaart. Dus wat kun je doen? Je neemt dat sheerlint en je zet de schaar erin. Dus je begint gewoon aan de onderkant te knippen. En je knipt een
stuk in het midden rechtdoor. Een klein stukje verder nog, denk ik. En dan doe je dat zo lang als je denkt dat je een strikje kunt maken. Dat andere, doe je dat bij dat andere lint ook. Ook in het midden, rechtdoor. Natuurlijk evenveel ongeveer als je bij het andere, bij dat Gorgeous Grape lint hebt gedaan, de lengte. Maar een beetje verder nog, denk ik. Nee, god, wat heb ik toch een Timmermans oog. En wat je dan doet, is je legt de twee lintjes op elkaar. En dan maak je, in dit geval in mijn hand, een strikje. En ik zorg er dus voor dat ik probeer, of tenminste, ik probeer ervoor te zorgen om het netjes te doen. Zodat ik steeds dubbele dingetjes op elkaar heb. Ik zit hier met mijn tong uit mijn mond, dat zien jullie niet. En ik heb te kort afgeknipt. Dus ik moet nog even een stukje verder doorknippen, want het gaat nog niet. Dus altijd eerst even proberen voordat je het überhaupt afknipt. Want anders had je een stuk lint over waar je niks mee kan doen. En dat is zonde. Zo. Dus nog een keer. Je legt de twee lintjes dan op elkaar. Zo. Dan maak je daar een strikje van. En dan probeer je te zorgen dat ze zo netjes mogelijk tijdens het strikken ook op elkaar blijven liggen. Zo. En zo. En dan trek je het lintje aan. Maak je mooie lusjes natuurlijk. Zo. Dat Gorgeous Grape lint, dat donkere paarse, dat heeft de neiging om even wat te rafelen. Dus dat kun je dan straks even een klein beetje afknippen, die rafeltjes. Zo, dit aan de kant. Dus als je dat niet mooi vindt, dan knip je even die draadjes weg. Zo. Dan knip je die draadjes weg en dan haal je die twee lusjes haal je tevoorschijn. Dit kun je natuurlijk ook met ander lint doen, wat je denkt dat te breed is. Of twee andere kleurtjes die heel goed bij elkaar passen. Zo. En nu heb ik dat uit de hand gestrikt, zeg maar. En ik wil het graag hier. Ik had het er omheen kunnen strikken, omdat steeltje. Maar ik pak een gluedotje. En dat zet ik op de steel. En daar plak ik het lintje op. Dat is wel zo handig. En dan weet je zeker dat hij goed zit en mooi zit. Weer een leuk idee. Nou, dat is helemaal goed. Oh, nog wel de lievelingsplant, de hortensia. Nou, Tieneke, dan hoop ik dat jij hem wint morgen. Maar dat kan ik natuurlijk niet beloven. Als je morgen, oh nee, vorige week naar Koffie met Kaart in Rotterdam was geweest. Daar hebben we hem gemaakt. En daar waren de dames ook zeer tevreden over de kaart. Dus dat was wel heel leuk. Ik probeer nog een klein beetje al die blaadjes omhoog te doen. Leuk idee met het lint. Dankjewel. Vind ik ook een leuk idee. Mooie kaart. Nou, wat een complimentjes allemaal. Dank jullie wel, dames. Ik haal nu de schutblaadjes van de dimensionals af. Zo. En dan plak ik hem op. Even alles aan de kant. En dan doe ik hem denk ik zo hier. En ik probeer dus nog ook een beetje de bladeren van die andere hortensia zichtbaar te laten. Zo. Nou, dan moet ik natuurlijk nog een tekstje. Ik heb hier het label tekstje gebruikt. Ontzettend bedankt uit deze stempelset. Het is een Nederlandse stempelset, hè? Veel succes gewenst. Woorden schieten tekort.
voor alles wat je doet. Ontzettend bedankt voor een bijzonder iemand. Veel liefs voor jou. Ik denk aan je. Dikke kus en proficiat. Dus ook best heel veel allemaal Nederlandse teksten. Er zitten twee tekstlabels in. Deze, die heb ik hier op deze kaart gebruikt. En dit hele kleine Pieter leuke schattige labeltje. En ik dacht, laat ik die nu gebruiken. Zoals je hier ziet, en dat ga ik ook nu op dat kleine labeltje doen, heb ik de tekst wit geëmbost op de achterzijde Highland Heather. Dus ik pak een schepstukje Highland Heather erbij. Ik neem een tekst die in dit schattige labeltje past. En dan kan ik kiezen tussen dikke kus voor jou of veel liefs. Nou, zullen we eens kijken of een dikke kus... Of had ik die al gepakt? Nee, dit is dikke kus. Even kijken. Dat past. Dikke kus. Die gaan we erop doen. Dikke kus. En dat ga ik stempelen dan in... ik had het apart gezet, hier. Dat gaan we stempelen in Versamark. Dikke kus. Zo. En die stempel ik dan hier. Ja. Dat zie je niet, dat ik die gestempeld heb. Maar als ik zo meteen de witte embossingpoeder eroverheen doe, dan zie je het wel. Hoop ik. Maar hij is niet zo heel mooi afgedrukt. Wacht even. Dat komt omdat ik... Dan zeg ik je dat zo netjes tegen jullie. Je moet altijd ook een matje eronder doen als je gaat stempelen met de fotopolymeerstempels. Dus ik pak mijn matje. Ik zet hierboven nu dikke kus. En die is een stuk beter. En daar ga ik nu dan het embossingpoeder overheen strooien. Het witte embossingpoeder. Zo. Kijk, dan staat er dikke kus in embossingpoeder. Even mijn bakje dicht. Het zal niet de eerste keer zijn dat dat overal heen gaat. Ik pak mijn heat tool. Die zet ik even aan. En dan pak ik ook vast het kleine labeltje wat dus straks gestanst gaat worden. En ik zorg ervoor dat de embossingpoeder gaat smelten. Dat zie je nu gebeuren. En die is keurig geworden. Het zijn hele dunne, fijne teksten. Fijne, dunne lijntjes. Maar hij pakt hem heel goed met embossingpoeder. Zo. Dan moet ik ervoor zorgen dat dit stukje niet groter of kleiner is dan 7 centimeter. Want anders past hij niet door mijn kut en emboss heen. Dus ik knip er even een stukje omheen af. Zo. Dan ga ik kijken hoe die het leukste hangt straks. Als ik hem zo doe. Waar is mijn kaart? Hier. Ik kan hem natuurlijk zo eraan hangen. Dus dan doe ik de tekst naar links en het gaatje naar rechts. Een stukje washi tape om vast te leggen. Zo. Nou, ik denk dat hij zo wel goed is. Stukje washi tape ligt hij vast. Dan pak ik mijn mini cut en emboss. Het is echt wel een fijne op je bureau hoor. Potverdikkie. En dan leg ik de tweede plaat erop. En ik zorg er dus voor dat de platen als een trappetje liggen. Hè? Dus niet recht. En duw ik hem erdoor. Zie ik waar de hendel heen gaat. Ga ik draaien. En dan heb ik mijn labeltje, als het goed is, uitgestanst. Ja, kijk, dikke kus. Een paars labeltje met witte tekst. Hoe leuk is dat? En die gaan we dan hier vastplakken. Nou, kun je dat natuurlijk vastmaken met een touwtje. Maar dat vind ik te ingewikkeld. Het is allemaal zo klein en fijn. Dat ik gewoon hieronder een dimensional zet.
En haal ik het schutblaadje eraf. En dan kijk ik even goed hoe ik hem netjes kan verstoppen onder het knoopje. Nou, zo denk ik. En onder het strikje. Dan zit hij zo vast. Dan moet ik natuurlijk nog even de uiteinden een beetje afknippen. Zo en zo, denk ik. Nou, dan is de buitenkant bijna klaar van de kaart. Maar we hebben ook natuurlijk nog een binnenkant van de kaart. Dat was deze. Ik pak mijn matje er weer bij. Ik pak deze leuke stempel. En die ga ik dan ook zo meteen vullen met die blob. Ook pak ik het kleine blaadje met de blob. En dan komt er een heel leuk bloemetje aan de zijkant te zitten. Dit is mijn blob. En mijn blaadje. En mijn blob. En mijn andere blaadje. Oh. Zo. Ik verbaas mezelf hoe georganiseerd ik ben vanavond. Vinden jullie dat ook? Ik ben niet zoveel aan het zoeken, hè? Goed, ik doe dat dan ook weer met grijs. In de hoek doe ik die. Zo. En dan die blob doe ik eigenlijk een beetje op dezelfde manier. Moet ik wel zo meteen oppassen dat ik niet te hard duw. Ik pak mijn kladblaadje er weer bij. Om ervoor te zorgen dat ik hem afstempel. Dus ik ga hem stempelen in de Blushing Bright. En dan heb ik die in de Blushing Bright. En dan zet ik die dus over de bloemetjes heen. Dan pak ik het Highland Heather sponsdaubertje. Ik heb zo'n fijn label dingetje. Dus ik schrijf ook altijd op de sponsdaubertjes welke kleur het is. Dan hoef ik niet voor iedere... Moet ik niet altijd allemaal uit te spoelen. Dat kan, hè. Je kunt je spontaanbeetjes gewoon uitspoelen, wassen en dan opnieuw met een andere kleur gebruiken. Maar inmiddels vind ik dit wel fijn. Dan doe ik ook weer kijk, een beetje van dat paarse eroverheen. Zorg er wel voor dat het harde eraf is. Van de, kijk, en dan heb je dus toch die twee mooie kleuren van zo'n hortensia. Dan neem ik het... bloemetjes, of de blaadjes, sorry. En dan doe ik ook nog even een blaadje erbij. Zal ik dat even op een klapblaadje leggen. Want dan kunnen ze misschien een klein beetje uitsteken. En hier misschien... nou, weet niet eigenlijk. Ik ben gisteren getest en ik was... negatief dus. Ik hoop niet dat ik nu opeens positief ben. Nou, het zal maar gewoon een normaal kuchje zijn van het kletsen, denk ik. Dan neem ik die blob van die blaadjes, de binnenblob, zeg maar. En die stempel ik weer over de blaadjes heen. Kijk, en dan heb je natuurlijk toch een super leuke binnenkant. Met die dikke kus op de voorkant. En dan kun je deze zo netjes in je kaart plakken. Zo. En dan plak je die aan de binnenkant. Zo. En dan weten jullie inmiddels ook wel dat ik nooit een naakte envelop verstuur. Dus ik pak ook nog even de envelop erbij. Envelop moet ook bestempeld zijn. En daar maak ik eigenlijk zo'nzelfde afbeelding op. Zo. En ook weer in het grijs dan de bloemblaadjes en de gewone blaadjes. En hier ook nog één. Zo. Er zit een kriebel in mijn keel, dat is het. Ik moet even een slok thee nemen. Sorry, die kriebel die zit een beetje te rommelen. Dan neem ik weer die blob van die hortensia. Dus deze.
En daar vul ik de bloemblaadjes mee in. Dus niet vergeten dat ik hem eerst even moet afstempelen voordat ik hem op de bloemblaadjes zet. Dan neem ik weer dat Highland Heather sponsdaubertje. En geef hem een beetje dat vuile paarsige uitstraling door die Highland Heather eroverheen te stempelen. En dan als laatste nog de bloemblaadjes invullen met de perpizas. Zo, kijk, die heb ik nou niet afgestempeld. Dat was niet slim. Nou, hier wel. En dan heb ik dus ook nog een leuke envelop erbij die hierop kan. En dan het allerlaatste wat we nog moeten doen is natuurlijk een beetje bling erop. En mooie bijpassende bling bij deze hortensia's zijn de pastel pearls, de pastelparels. En die zijn er in 4 kleuren. Dit is wel zeg maar de Gorgeous Grape. Dit vind ik meer een blauwe, een pool party-achtige. Dit is de Fresh Freesia en dit is de Blushing Bride. Daar lijkt hij heel erg op. Ik denk dat ik het leuk vind om nu deze wat Freesia erop te plakken. Valt hij niet zo heel erg op en dan is hij erg subtiel. Zo. Nou, 3 van die knallers erop. Zo. Even kijken naar mijn bloemblaadjes. Want die vind ik toch wel leuk als ze eigenlijk wel gewoon allemaal een beetje omhoog staan. Als ik hem natuurlijk straks in de envelop doe, dan staan ze niet meer omhoog. Maar ik vind wel dat jullie het eindresultaat met de omhoogstaande bloemblaadjes moeten zien. Toch? Nou, en dan hebben we weer een kaart klaar met de ontzettende leuke bundel hemelse hortensia's. Die op dit moment met 12 andere bundels in de aanbieding is voor met 20% korting. En zoals gezegd stellen Melinda en ik van elke verkochte bundel uit de aanbieding geven wij 5,55 aan Giro 555. Omdat een van de stempelsets en bundels de zonnebloemen is. Ik hoop dat jullie het een leuke kaart vonden. Als je dit toevallig op YouTube zit te kijken en je bent nog niet geabonneerd op ons YouTube kanaal. Dan zou ik het natuurlijk super leuk vinden als je hieronder even klikt op de knop abonneren. Als je dan ook nog op het belletje drukt, dan word je elke keer op het moment dat we een nieuw filmpje plaatsen gewaarschuwd. Mocht je een van de producten die je hier ziet willen bestellen, dan doen wij dat graag natuurlijk voor je. En ik hoop dat jullie het leuk vonden en volgende week weer kijken. Volgende week zonder tegenbericht om 7:30 ben ik er weer met een andere superleuke kaart die we morgen bij Koffie met Kaart in Rotterdam gaan maken. Nou, de groetjes allemaal. Doeg!